Een van mijn favoriete games alle tijden is denk ik wel Trackmania. Dat speelde ik al vroeger toen ik een klein jongetje was. Toen vond ik dat al helemaal geweldig. Gewoon lekker met racewagen, door loopings, jumps, echt van alles. En op dit moment is Trackmania eindelijk uit voor de Xbox. Want je had al een nieuwe Trackmania. Die ik speelde was Nations Forever of zo. Of dat was in ieder geval een oude editie. Maar je hebt tegenwoordig een nieuwe versie. En die kon ik nooit spelen. Omdat die alleen beschikbaar was voor Windows. En ik heb geen Windows. Ik heb een Mac computer. En dat was ook niet beschikbaar voor op de Xbox of de PlayStation. Maar nu wel. Dus we gaan nu eindelijk weer een keertje Trackmania spelen. Na een hele lange tijd gaan we het weer een keertje doen. Je had wel een Trackmania versie voor op Xbox. Maar dat was al een verouderde versie van echt 5, 6, 7 jaar geleden. Dus ik ben wel blij dat de nieuwe Trackmania ook beschikbaar is. Je kan live spelen tegen andere mensen. Je kan een campagne spelen. Je kan trainingen spelen. Baan van de dag. Je hebt echt van alles. En wij gaan het vandaag gewoon een beetje ontdekken. En dan ga ik mijn eerste race ooit racen hier in deze Trackmania game. Ik heb nog nooit één race gedaan. En ik dacht, weet je wat? We gaan gewoon de eerste game meteen eventjes opnemen. Maar voordat we verder gaan en voordat we mijn eerste race gaan racen, wil ik jullie eerst vragen om een duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes zou mooi zijn. En abonneer. Blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Maar laten we maar beginnen met campagne. En zoals je ziet heb je hier allemaal verschillende maps. En je hebt ook verschillende soorten. Maar we gaan gewoon eventjes beginnen. We hebben hier wereld en medailles. Nee, we willen gewoon medailles halen. Oké, we doen even gewoon de eerste race. Zo meteen kunnen we misschien ook nog een moeilijke race doen. Maar even makkelijk beginnen. Oké, dan gaan we beginnen. We willen natuurlijk meteen de gouden medaille halen. Ja, daar gaan we voor. En als het goed is, zie je dan nog iemand anders racen. En dat is dan de gouden medaille. En ik heb een mooie oranje auto. Omdat ik heb gezegd dat ik uit Nederland kom. Ja, dan krijg je een oranje auto. Maar op zich, ik weet de besturing natuurlijk wel nog van die oude Trackmania's. Het lijkt er wel op, maar het ziet er gewoon allemaal net wat beter uit. Oké, ik heb deze map dus nog nooit gedaan. Maar ga ik gewoon in één keer die gouden halen? Dat zou mooi zijn. Oh, we moeten hier omhoog jumpen. Oh, gaat dit goed? Daar is de finish volgens mij al. Ja, dan heb ik het gewoon al gehaald. Haha, lol, dit was wel echt heel makkelijk om deze gouden medaille te halen. Oké, dit was ook de eerste race. En ik heb natuurlijk al wel ervaring met vroeger. Maar dan alsnog, dit was wel echt heel makkelijk. We gaan eens kijken of we een iets moeilijkere race kunnen halen. Dit is 2, 3, 4. We gaan eens race nummertje 10 proberen. Dit ziet er al iets ingewikkelder uit. Of idee ziet er cool uit. Hier heb je allemaal loopings. Dat vind ik altijd wel leuk. We gaan eventjes race nummer 9 proberen te halen. Kijken of dit gaat lukken. Daar gaan we natuurlijk voor goud. We kunnen er misschien heel vaak over doen, maar we zien het wel. Oké, ja, kijk, die vorige gouden die begon al later. Dat doet deze niet. Hier heb je een soort van gras. Oh, dit stuurt net wat anders. Oké, daar moet ik wel even aan wennen. Daar ben ik al wel wat tijd verloren. Maar die haal ik nu weer in. Oké, hier moeten we omheen. Oh, dan moeten we even opnieuw. Ja, beginnen we nu opnieuw? Ja, we beginnen nu opnieuw. Oké, let's go! We moeten even zorgen dat we natuurlijk hier een gouden medaille gaan halen. Maar dat is wel het leuke. Doordat ik nog niet dit spel echt heb gespeeld, weet ik dus nog niet helemaal hoe je goed over dat gras kan gaan. Maar ja, dan maakt het alleen maar mooi. Dan kan je weer nieuwe dingen leren. Maar ik weet niet of jullie dit een leuk spel vinden. Maar ik vind het helemaal mooi. Dus als jullie zeggen, Joram, je moet dit spel wat vaker doen. Je moet weer zorgen dat je goed in dit spel gaat worden. Laat het maar even weten in de comments. Maar ops, concentratie. Nu moeten we even deze baan halen. Ja, dit ging al beter. Top. Dan hebben we een mooie snelheid om hier naar boven te gaan. Moeten we hier iets meer naar buiten en dan hier naar binnen. Oh, dit gaat ook prima. Ja. Oké, dan ben ik benieuwd wat we nu moeten doen. Moeten we hier... Oh, dit is trouwens helemaal geen looping. Ik dacht even dat het een looping was. Dat was het helemaal niet. Oké, we moeten hierheen. Ja. Dan gaan we nog steeds als een raket. We staan namelijk nog voor. Wat moeten we hier doen? Oh, lol. Hier had je gewoon de finish al. We hebben het gehaald. Oké, dat was wel een vet einde. Ik dacht, wat moet ik nu doen? Maar we moesten daar juist onderlangs. Oké, dat was nice. We gaan even de baan verlaten. En dan ga ik even kijken of er ergens wel een baan is met loopings. Of zou je dat niet hebben in deze Trackmania? Nou, dat moet haast wel dat je loopings hebt in deze Trackmania. Oh, kijk, ik zie er hier eentje. Ja, hier heb je een looping. Maar dan denk ik dat ik binnenkort maar moet proberen om de hele campagnekaart te halen. Dat ik overal een gouden medaille heb gehaald. Dat zou wel leuk zijn. Maar volgens mij is dit al baan... Ja, ik weet niet precies welke, maar het is al iets verder. Oh, we moesten daarop zijn. Maar ik denk dat dit al wel een stuk moeilijker gaat worden. Want hoe verder je komt, hoe moeilijker het natuurlijk wordt. Ja, dit gaat prima. Oh, donders! Je hebt hier een soort van jumps. Oké, dat heb ik nog niet eerder gehad. Nou, ik ga eerst even de baan ontdekken. Gewoon even kijken waar we langs moeten. Dit is allemaal nog prima te doen.
Dan moeten we hierheen en moeten we daar dan schuin. Oh ja, hier heb je zo'n schuine looping. Die had je in de vorige Trackmania's ook al. Dus dat is wel nice. Oh, dat is... Oké, hier moet je dus langs. Waar moeten we dan langs? Hier hebben we eentje. Een checkpoint. En dit gaat niet goed. Oké, dit is echt mega moeilijk deze. Maar dit is wel een leuke uitdaging. Die vorige maps die had ik vrij snel. Dat gaat bij deze niet gebeuren. Maar dat vind ik eigenlijk ook alleen maar leuk. Hoe kan je die jumps in het midden, hoe kan je dat goed doen? Ja, ik heb dit dus nog niet echt eerder gedaan, dus het is allemaal even ontdekken voor mij. Misschien hier even aan de buitenkant. En dan hier zo langs jumpen. Ah, het ging niet hem. Nee, we proberen het nog een keer. Ik moet even dat beter doen. Of moet je juist heel erg door het midden proberen te rijden. En niet zozeer via de zijkanten, dat we juist hier in het midden proberen te rijden. Nou, het gaat al... Ja, dat werkt beter. Oké, ik heb ietsjes achterstand, maar op zich wil dat nog wel. Hier even langs. Oh, ik moest even gas loslaten. Oké, ik heb nu al mega dikke achterstand met de gouden medaille. Maar ik moet toch eerst even ontdekken hoe de baan precies in elkaar zit. Hier moeten we schuin gaan. Ja, dit gaat al beter. Ja, en dan moeten we hier weer schuin gaan. Dat ging op zich ook wel goed. En waar moeten we nu heen? Hier ben ik namelijk nog niet geweest. Wow, yo. Het gaat echt mega snel. Oké, hier moet je weer over de kop dus. Oké. En waar moeten we dan heen? Dan moeten we gewoon... Oh, hier heb je een pal, maar dan moet je gewoon rechtdoor. En hier moet je via de zijkant. En wat gebeurt er dan? Ik val om en... Oké, nee, we moeten opnieuw. Wat een baan is dit, jongen. Dit is echt niet normaal. Oké, dit gaat hem worden. Let maar op. Zou mooi zijn als dat dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dit begin heb ik al iets beter door. In ieder geval, het lukt me wat beter om hier goed door te komen. Kijk, dat ging perfect. Ja, dat was al een stuk sneller als die tijden die ik net had. Hier kan ik vol gas door zonder te botsen. Alleen, dit ging niet helemaal goed. Ik ga wel gewoon door. Ja, ik heb iets snelheid verloren hierdoor. Maar het is te weinig om het nu al op te geven. Hier moeten we bovenlangs. Ja, en dan moeten we hier opzij. Oké, ja, die bochten moet ik allemaal net wat beter aansnijden. Wil ik echt die gouden medaille inhalen. Oh, hier bots ik mezelf weer. Oké, dat is balen. Maar ja, als ik überhaupt eerst maar eens die zilveren medaille weet te halen, zou ook al mooi zijn. Hier moeten we uitkijken, want hier had je van die pilaren. En dan moeten we hier via de zijkant. Dat had ik net al geleerd. En slow motion. Oké, lol. Dat was wel baas. En hier is de finish. Volgens mij was daar de finish. Nou ja, dan weten we dat in ieder geval. Dan heb ik de baan nu in ieder geval een beetje helemaal gezien. Maar ik denk de gouden medaille halen, dat wordt wel echt te pittige. Maar wie weet, misschien gaat het wel gewoon lukken. Kijk, dit gaat ook al hartstikke goed. Ik ben nu gewoon sneller dan de gouden. Oh, nice. Ja, ik begin het steeds beter door te krijgen. Alleen, dit ging niet goed. Maar hoe meer je het speelt, hoe beter je erin wordt. En dat vind ik het leuke van Trackmania. Je creëert gewoon best wel snel skills. Je wordt heel snel beter in maps. Je moet die maps ontdekken. En als je dan gewoon speelt, dan langzamerhand komt het wel of zo. En dat vind ik wel mooi. Oké, nu gaan we de bocht al maken. Ja, dit ging beter. En hier heb ik ook weinig snelheid verloren. Waardoor ik heel strak achter de gouden medaille zit. Dus dit zou hem kunnen worden. Nu moeten we even zorgen dat we deze bochten goed maken. Ja, dit ging ook prima. Oké, nice. En dit gedeelte was wel lastig. Oké, geen remmen. Oh, je kon daar niet eens remmen. Ah man, nou, dan kunnen we overnieuw. Nou, het beginnende gedeelte gaat goed. Dat laatste gedeelte moet ik alleen nog iets beter onder de knie krijgen. Oké, we zitten momenteel voor op de gouden medaille. Dus dat is wel erg lekker. Ah, shit, ik heb daar gebotst. Ja, nou, ik maak het wel eventjes af. Want dan kunnen we meteen weer een beetje gaan oefenen. Maar ik lag net voor. Kan je hier überhaupt, zeg maar, deze bocht maken? Ja, dat kan wel. Oké, ik verpruts het net gewoon de hele tijd. Maar dan kunnen we nu kijken of we misschien de zilveren medaille kunnen halen. Dit is ook nog wel een lastig stukje af en toe, hoor. Oké, ik kan beter... Ja. Moet je dan via de linkerkant? Ik heb geen idee. Nou, ik heb het daar in ieder geval weer verpest. Maar langzamerhand komt het wel. Het komt eraan, die gouden medaille. Oké, we staan weer voor op de nummer 1. Dit gedeelte heb ik ook al beter door. Je kan hier veel strakker de bochten nemen. Waardoor je nu al meteen een mooie voorsprong hebt. Hier moet je wel gas loslaten. Want anders haal ik deze bocht niet. En nou, misschien had ik iets meer gas kunnen geven. Maar prima. We staan in ieder geval nog voor. Dus dat is mooi. Dan moeten we hier langs. En dan moeten we hier meteen naar binnen sturen. Zodat we meteen deze route te pakken hebben. En als het goed is kunnen we nu richting de finish gaan.
We hebben het goud! Let's go! We hebben de gouden medaille te pakken. Oh, yo, dit was wel echt de moeite om dit te halen. Maar we hebben een nieuwe prestatieskin. Oké, dus je kan ook nieuwe skins vrijspelen. Dus dat is wel echt nice. Oh, dit is wel nice. Top 60.000 van de wereld. Ja, dat is niet heel snel. Oh nee, ik wil nu eventjes verlaten. We moeten eventjes verlaten. Maar wel ziek nice. We hebben dus nu 3 gouden medailles gehaald. En dit is dus hier, dit oranje. Het zijn verschillende niveaus. Dit is makkelijk. Ik denk dat dit normaal is. Dit is dan moeilijk, extreem moeilijk. En dit is het moeilijkst. Dat zijn die zwarte maps. En oh, wel nice dat we die 20 hebben gehaald hoor. Daar ben ik wel blij mee. Je kan ook je eigen tracks maken. Dat is op zich ook wel lachen. En je hebt dus My Skins. Dan kan je verschillende skins selecteren die je hebt vrijgespeeld. Nou, ik heb er dus nu net één vrijgespeeld. Je kan je poppetje ook gaan veranderen. Maar dat hoeft niet. Oranje vind ik helemaal prima. Ik heb een mooie Nederlandse auto op dit moment met de Nederlandse bestuurder. Ik vind het helemaal mooi. We kunnen nog even proberen gewoon één makkelijke map te halen. Met eventueel een looping erbij. Of hier misschien deze, want ik zie zand en water. Dat is misschien ook wel een leuke. Dan hebben we van alles gehad. We hebben loopings gehad en zand en water heb ik nog niet doorheen geraced. Dus dan kunnen we even ervaren hoe dit precies is. Want ik weet wel van de vorige Trackmania, zand dat rijdt heel anders. Dan moet je gewoon heel anders spelen. En water, oké, dat is ook heel anders. Lol, hoe zit dit dan precies? Oké, dus ik moet dit nog even goed onder de knie krijgen om dit snel te doen. En hier heb je weer water. Dan stuit hij je gewoon overheen als het ware. Oké, maar ja, omdat dit natuurlijk het makkelijkste niveau is, is dit nog niet heel moeilijk. Want dit is de eerste keer dat ik hier... Oh, wat? Dit is onder water. Dit is de eerste keer dat ik hier race. En is dit al de finish? Ja, dit is al de finish. Oké, nou, het is echt heel erg wennen om over zand en door water te rijden. Maar het niveau is hier heel makkelijk. Veel makkelijker als die looping die ik net had gedaan. Nou, nu vind ik het wel best geweest. We kunnen verlaten. Ik laat het erbij. Als jullie willen dat we misschien binnenkort online gaan spelen. Of dat ik alles probeer te halen. Dat ik alle goud probeer te halen. Laat het maar weten in de comments. Maar voor nu laat ik het erbij. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets, en dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi!